Hoi, welkom op mijn YouTube kanaal. Ik hoop hier vandaag weer verder aan de robot en we gaan eerst verder waar ik de vorige keer gebleven was. De vorige keer vertelde ik dat ik nog graag die schakeling wilde optimaliseren, die schakeling met die transistor, om dat signaal van die receiver een beetje te versterken. Ik heb eerst een opstelling gemaakt hier met een comparator. Achter die schakeling met de transistor heb ik een comparator toegevoegd en dat werkte erg goed. Maar het bleek dat ik de referentiespanning voor links en rechts eigenlijk allebei apart moest afregelen. En het was een beetje kritisch. Ik vond het een beetje eng. Ik denk als de signalen een beetje veranderen of de voedingsspanning een beetje verandert, dat ik er dan net naast zit. Dus ik vond het niet betrouwbaar genoeg. Toen heb ik een opstelling gemaakt hier met een op-amp. Rechtstreeks de op-amp in of eerst via die transistorschakeling. Dat maakte niet veel verschil. Maar ook hier was ik niet tevreden met hoe het signaal er uiteindelijk uitzag. En wat ik nu heb gedaan is eigenlijk gewoon een tweede transistortrap toegevoegd aan de eerste. En dat werkt gewoon het allerbeste. En het is ook de eenvoudigste opstelling. En nu met die tweede trap erbij kan ik je laten zien dat het er een stuk beter uitziet. Hier onderaan in het blauw is het originele signaal. En ook als dat er een heel klein beetje aan het klimmen is, dan zorgt die tweede transistor ervoor dat het helemaal een volle uitslag geeft aan de uitgang. Dus die kleine signalen worden nu veel beter versterkt. En ik heb eigenlijk overal, vanaf dat het signaal begint al bijna, heb ik een goede uitslag op mijn uitgang. Dus dat is voor de Arduino heel makkelijk op te pikken. Het schema ziet er nu dus zo uit. Dit stukje hadden we vorige keer al. En op dit knooppunt zagen we net dat blauwe signaal. Nou, dan gaat er een extra weerstandje van 10K, die gaat naar de basis van de volgende transistor. En hier heb ik een 4K7 transistor. En daarover meet ik dus die spanning op pootje 2 van Arduino. En het andere kanaal, het linker kanaal, gaat uiteindelijk naar pootje 3. Ik heb de voorste sensor vervangen en ik haal nu een veel groter bereik. Eerst zat deze sensor erin en je ziet hier dat er een oscillator voor op het printplaatje zit en die ontbreekt hier. Dus zo kan je ze herkennen. Maar in ieder geval, ik weet niet of het toeval is, maar deze heeft een veel groter bereik. Ongeveer twee keer zover als wat ik eerst haalde. Die twee aan de zijkant zijn ook allebei van het type met die oscillator erop. En ik heb even getest en ook die halen dat bereik niet wat deze haalt. Dus dat is wel interessant. Ik heb al nieuwe besteld, maar ik ben bang dat ze allemaal van dit type zijn. Maar dat is even afwachten. Kijk, deze heb ik besteld en het lijkt erop dat het het type is zonder die oscillator aan de voorkant. Maar als ik de andere foto bekijk, dan is het weer met oscillator. Dus typisch China. Het is maar weer de vraag wat je krijgt. Helaas wacht ik nu op onderdelen. En die komen natuurlijk uit China, dus het gaat even duren. Dus voor nu kijken we eerst eventjes naar het batterijsysteem en het oplaadstation. Oké. We moeten het even hebben over de batterijen en over het opladen van de batterijen. Ik wil graag dat als de robot aan zijn laadstation hangt, tot dan de batterijen worden opgeladen, terwijl de robot gewoon aanstaat. Dus je hoeft niet de batterijen los te koppelen om ze op te laden of zoiets. Het moet gewoon allemaal in één moeite doorwerken. Als de robot aan zijn laadstation hangt, dan worden automatisch de batterijen opgeladen. Nou, daarvoor heb je zo'n soort printplaatje nodig. Dit is een battery management system. En dit printje zorgt ervoor dat de batterijen worden opgeladen en dat het project wordt gevoed. Deze printjes zijn te koop in verschillende uitvoeringen. Je moet namelijk kiezen hoeveel batterijen je erop aan wil sluiten. Kijk, ik wil gebruik maken van 3 batterijen in serie. 3 van dit soort batterijen. Om ongeveer 12 volt te maken. Dus ik heb een printplaatje gekozen wat dus inderdaad aansluiting heeft voor 3 batterijen. En wat dus gevoed wordt met 12 volt. Dit zijn dus die batterijen van die lithium-ion batterijen. Model 18650. Dat is het model van de batterij. De nominale spanning is 3,7 volt. Maar het staat hier ook op. Als die volledig opgeladen is, dan is de spanning ongeveer 4,2 volt. Nou, ik zet dus 3 van deze dingen in serie. En dan heb ik ongeveer 12 volt. Ik gebruik niet deze. Dit zijn hele mooie echte batterijen. Maar ik gebruik deze dingen. Die heb ik gesloopt uit een battery pack van een laptop. Dus die waren gratis. En die hebben niet zo'n mooi pluspuntje.
niet zo'n mooi verhoogde aansluiting voor de plus. En daardoor werken ze wel iets minder goed in die batterijhouders. Want als je daarin stopt, dan zie je dat het pluscontact maakt heel moeilijk contact met het eilandje wat daarin zit. En dat doet deze natuurlijk veel beter, want daar is natuurlijk juist dat contactpuntje voor. Om goed contact te maken. Dit werkt veel beter. Maar goed, ik heb hier een heleboel van, dus die gebruik ik. En zo sluit je het aan. Ik heb hier de drie batterijen in serie. En hier mijn project. En dat sluiten we aan op de P- en de P+. En op datzelfde punt is ook de externe voedingsconnector aangesloten. Bij mij is dit natuurlijk een iets andere connector. Ik maak twee contactstrips om contact te maken met de lader. En de batterijen zijn dus aangesloten op deze punten. Hier zien we de B+. En hier de B-. Hier staat dus B-, hè? Aan de linkerkant van het eilandje. En hier dus B2. En hier staat B1. Dat is dus dit punt. Dus die P-, dat hoort bij het eilandje eronder. En dat B1, wat hier zo schuin staat, dat hoort bij dit eilandje. En je ziet nu ook waarom ik heb gekozen voor drie losse batterijhouders. En niet één batterijhouder waar drie batterijen in kunnen. Want je hebt namelijk die aftakpunten nodig. En als je een batterijhouder koopt met drie batterijen, heb je natuurlijk alleen de plus en hier de min. En die middelste, daar kan je moeilijk bij. Alhoewel ik later deze vond, deze batterijhouders. En daarin zitten de batterijen niet in serie geschakeld, maar gewoon alle drie los uitbedraad. En dan kan je zelf bepalen of je ze parallel zet of in serie, of zo'n battery management system aansluit. Dus dit was eigenlijk een betere keus geweest. Hier ligt mijn nieuwe battery pack en daarmee voed ik deze Arduino. En die heeft een knipperend ledje en een rood ledje wat constant brandt. En dat kost nu ongeveer 20 mA. Dat zien we hier. Er staat plus 20 mA, dus er loopt stroom vanaf de batterijen naar de Arduino. Nu heb ik hier een draad liggen en die komt vanaf mijn labvoeding. En die ga ik dus aansluiten op de V-in. Die heb ik hier. En dan zullen we dus moeten zien dat de stroom gaat lopen de andere kant op. Kijk, dat zien we nu ook. Nu staat er min 500 mA. Dus nu worden de batterijen opgeladen. Nou weet ik niet zeker. Ik twijfel een beetje of dat printje goed werkt. Want ja, er wordt nu wel opgeladen. Maar 500 mA vind ik een beetje laag. Want volgens mij zou de laadstroom wat hoger moeten zijn. Ik heb gelezen dat je een voeding aan moet sluiten die toch zeker meer als 1 ampère, ongeveer 1,1 ampère of zo, per batterij kan leveren. Dus ik moet toch een ampère of 4 kunnen leveren. En dat kan ik nu wel, alleen hij vraagt maar een half ampère. Dus dat is niet heel hoog. Maar ja, die batterijen zijn ook niet helemaal leeg. En ik weet niet of het printje zo intelligent is dat hij daar rekening mee houdt. Dat zou eigenlijk best wel kunnen. Nou ja, ik heb niet zoveel verstand van het opladen van lithium-ion batterijen. Dus ik ga er maar even vanuit dat het goed is. Maar ook toen ik dat printje ging solderen trouwens, toen kwam ik erachter dat die eilandjes niet goed waren doorgemetalliseerd. Die dikke eilandjes, waar dus die draden aan zitten, de draden van de batterijen, zoals deze hier ook, en ook die bovenste, en ook deze, die dikke eilandjes, die hebben ook een eilandje aan de onderkant. Het is een dubbelzijdige printplaat, maar die waren niet met elkaar verbonden. Nou, dat is natuurlijk heel slecht, want dat is gewoon een fout in de printplaat. Die hadden natuurlijk met zo'n tunneltje doorgemetalliseerd moeten zijn, maar dat waren ze niet. Dus daarom werkt het eerst niet. Dat heb ik nu gefixt en nu lijkt het te werken, maar ik ben niet helemaal overtuigd nog. Voor dit project maakt het me niet zoveel uit, maar als dit voor een iets belangrijker project zou zijn, dan zou ik denk toch eens die batterijen goed leegtrekken en kijken hoe hoog dan die laadstroom is. Maar nou ja, voor nu maakt het niet zoveel uit.
Dit zijn gewoon stukjes printplaatmateriaal met een koperlaag. En die gebruik ik straks als contactstrips voor de oplader. Ik ben een beetje aan het brainstormen over hoe nou dat laadstation eruit moet gaan zien. En ik heb nu die groene plaat hier gemaakt. En daar een paar van die sensorenhouders in gestoken. Nou, dit zijn de twee voorste. Die dus op het laatste stukje ervoor moeten zorgen dat die robot mooi recht aanrijdt. En die zijsensoren hier. Die moeten ervoor zorgen dat als de robot ergens hier staat. Dat ze dan kunnen zeggen van nou je staat in de goede richting. Maar je benadert nog wel het station vanaf de verkeerde kant. Dus dat zou nog kunnen. En toen dacht ik, als ik hier nou voor het laatste station een gekleurde streep maak, en dat bruin is gewoon karton, met die streep kan ik misschien met een kleurensensor ook bepalen dat ik erg in de buurt ben. Dus dan kan ik ook het laatste stukje eigenlijk bijvoorbeeld op kleur doen. Als de robot dan vanaf deze kant aankomt rijden en ziet op een gegeven moment die kleur, dan weet hij van, hé, nu ben ik bij het laatste station. En dan moet hij alleen nog maar een kwartslag draaien. En dan kan hij het laatste stukje kan hij op die sensoren doen. Zoiets zou ik ook kunnen doen. Ik heb er ook aan zitten denken dat als de robot nou zo aan komt rijden, dat ik dan nog een sensor hier aan de zijkant kan hebben. En die sensor die pinkt dus opzij. En als je dan op een gegeven moment in de buurt van het laatste station bent, dan zegt die sensor hier van ping, ik heb hem. Dan hoef je ook alleen nog maar een kwartslag te draaien. Dus ik zou het ook met alleen maar sensoren kunnen doen. Maar die kleurenstreep vind ik ook wel een leuk idee. En het gaat natuurlijk allemaal om het experiment. Dus misschien dat ik dit ook nog wel probeer. Het laatste station begint lekker vorm aan te nemen. Ik heb alles geprint zoals je ziet. Ik wacht alleen nog op een paar sensoren voor de zijkant hier. Die moeten nog steeds uit China komen. En ik heb hier aan de voorkant mooie koperen strips gemaakt. Gewoon van VD-draad, installatiedraad. En die zijn rechtstreeks verbonden met de voeding hier. Hier zit zo'n 12 volt voeding onderop. En daarbovenop ligt mijn printje. Nou, mijn printje heeft een Arduino Nano. En die XB. En ik heb twee schakelaars. Eentje om tegen de robot te zeggen dat het tijd is om te vertrekken. En dan gaat dus de robot weg. Gaat hij de wijde wereld in. En eentje om een signaal te sturen dat hij weer naar huis moet komen. Bijvoorbeeld om op te laden. Het zou ook wel leuk zijn als de robot zelf beslist wanneer hij naar huis wil. Maar dit knopje zorgt er ook voor dat hij naar huis komt. Nou, hier zitten twee van die schakelingen met die transistors. Ik moet er nog twee bijbouwen hier. Voor die andere twee sensoren. Maar tot nu toe is dit het dus. Ik zal kijken of ik een demonstratie kan geven. De software is nog niet klaar, het werkt nog niet optimaal. Maar er werken al wel wat dingen. Maar er moet nog wat overblijven voor de volgende video. Dus ik geef nu eerst het commando met het knopje hier om te vertrekken. Dan gaat de robot de vrije wereld in. Gaat gelijk goed. Het is wel interessant om te zien hoe die ergens uitkomt, hè? Of die eruit komt en hoe lang het dan duurt. Als de robot dan weer een beetje in de buurt komt van het laadstation, kan ik hier op een knopje drukken en de robot naar huis sturen. Hij gaat nu op zoek naar het laadstation. Door een rondje te draaien en kijken of hij hem ergens ziet. Nou, hij zou hem zo moeten zien natuurlijk. Kijk, daar heeft hij hem. Nou, zoekt hij de andere sensor. Die heeft hij nu gevonden. En nu gaat hij gelijk het programma in van de Final Approach. En nu hangt hij aan de lader.
En op het laatste moment gebruik ik ook die twee microswitchen. Om zeker te weten dat ik echt goed tegen het station aanrijd. Dus als op een gegeven moment die eerste microswitch contact voelt. Dan druk ik hem goed aan zodat ze allebei contact hebben. En dan weet ik, ik ben nu bij mijn laatste station. En dan gaan die twee blauwe ledjes aan. En dan zijn we er. Ik zal het nog een keer laten zien. Zo, dus dingen beginnen een beetje te werken. Nou moet de robot nu nog wel erg in de buurt zijn van het laatste station, wil hij hem goed kunnen vinden. Dus ik moet nog iets bedenken waardoor de robot op een iets langere afstand ook de richting van het laatste station weet te vinden. Dat is nog een beetje lastig. Maar ik heb ook nu nog maar twee sensoren, dus hij moet nu wel een beetje ervoor staan om het te kunnen vinden. Ik hoop dat met die andere sensoren dat het dan beter gaat. En misschien ga ik wel iets doen met infrarood of een andere techniek. Daar ga ik de komende weken een beetje mee experimenteren. En dan krijg je het natuurlijk weer te zien. Wil je dat nou niet missen? Subscribe dan op dit kanaal. En dan zie ik je graag de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.